Heren, dames, laat het heel duidelijk zijn. Al zou onze premier Rutte 13 baby's elke ochtend voor ontbijt opeten, stel hij zou dat doen, dan kunnen we nog niet zelf Frank Kessel-staal de Punisher gaan uithangen. Frank Kessel, de Punisher, ja. Die neemt het recht in eigen handen. Want ja, het zijn criminelen, dit, dat of zo. Ja. Dus ook niet andersom. Al zou Rutte een seriemoordenaar zijn. Dan nog. Het is onze premier. En er zijn wetten en er zijn regels. En goh, als iemand het hard kan maken. Ja, nou ja, weet je. Stap naar het internationale gerechtshof of zo. Of doe het anders. Vraag aan Trump of hij het oplost. Of weet ik veel. Maar never kunnen wij de Punisher gaan uithangen. Niet. Frank Kessel zat fout. Batman zat fout. Dus vigilantes, alle andere zaken, nee, niet. We hebben het ermee te doen. Het is een van de machtigste mannen van Europa en van de wereld. En dat is onze baas. En nu alweer, nou, daar hebben we het mee te doen. That's it. Op geen enkele wijze. Dat alles wat die mensen zeggen, niet. Dus, al zou Rutte 13 baby's elke ochtend voor een bijt eten, dat is zijn probleem. En van die baby's dan. Maar ja, dat is een ander verhaal. Ja? Dus dat is even een gelijkenis uiteenzetten. Het is onze premier, we hebben wetten. En wat wij niet gecreëerd hebben, mogen wij niet doden. Alleen God zal over ons oordelen en over iedereen, dus ook over Rutte. En dan moeten jullie gewoon geduld mee hebben. En een plan wat er gemaakt is van voordat jullie er allemaal waren. Dat hou je niet tegen, lieve schat. Niet met die gekke demonstraties, toestanden, carnavals, idioterie. Niet, nergens meer. Automatisering, AI, G5, Internet of All Things, de grote reset. Dat hou je niet tegen. Niet. Never. Dus, we houden ons aan de wet. En geen vigilantes. Niet al die onzin. Ja? En wat betreft al die pedo's en al die verkrachters. De grootste straf voor pedo's en verkrachters is leven. Dus als ze gevangen worden en opgesloten worden, dan moet je ze laten leven tot ze weggerot in de baai is. That's it.